Dames en heren, de pikvis van de dag, gemaakt door Maarten de Roe. Ik vind hem fucking awesome. Blijf zeker doorgaan met pikvissen en sturen. I love you guys. Tot de volgende pikvis van de dag. Let's go. Het is tijd. Dames en heren, het is tijd. Voor een video zoals elke dag. Maar het is tijd. Ik heb weer zo'n schooldag gehad waar er veel te veel stress was en veel te veel opgestapelde haat richting de leerkrachten. Dat ik even alles moet lossen en er een video over moet kunnen maken. Vandaag ga ik de rechten van de leerling vergelijken met de rechten van de leerkracht. En om de video te beginnen zou ik zeker zeggen, als er iets in deze video komt waarvan jij denkt, wow, dat heb ik ook al eens meegemaakt, smash dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. We gaan er beginnen. We gaan beginnen met het verhaal die vandaag in deze ochtend is gebeurd. Dus let's fucking go. Oké, dus. Vanmorgen was een dag zoals elke andere dag. Nathan werd te laat wakker. Nathan ging te laat in de douche. Nathan fietste veel te traag naar school en Nathan kwam te laat op school. 5 minuten te laat om precies te zijn. De bel gaat om 8:30. Ik was op school om 8:35. Ik ga mijn klas binnen en de leerkracht zegt, hey, ben je al naar het secretariaat geweest? Dat was niet zo. Ik ben gegaan. Ik krijg een strafstudie. Dus ik moet weer naar school op een zaterdag. Yes! Fucking nice! En toen opeens, toen dat gebeurde, kwam er opeens iets in mijn hoofd. En ik heb het dan ook gewoon meteen gezegd tegen die mevrouw die in het secretariaat zat. Hier komt het. Ik ben een leerling. Ik word niet betaald om naar school te gaan. Ik doe het vrijwillig. Ik kom naar school. Waar ik les krijg van mensen die betaald worden. Betaald worden. Het is een job om mij les te geven. Dus mensen worden betaald om iets te doen voor mij. En als ik te laat kom op een plek waarvoor ik niet eens betaald word, dan krijg ik straf. Als ik te laat kom, dan is alles fucked. Maar als de leerkracht te laat komt, als de leerkracht die betaald wordt, als hij of zij te laat komt, dan is er niks aan de hand. Dan is het gewoon oké. Al de leerlingen gaan wel wachten in de gang tot die leerkracht komt. Dit is helemaal geen probleem. Maar als ik te laat kom, dan is alles fucked. Als ik te laat kom, is er een oorlog. Dan moet ik naar beneden, strafstudie, naar school op een zaterdag of op een woensdag. Het is vreselijk. En zou mij nu iemand kunnen zeggen waar de fuck de logica daarin zit? Maar dat is echt niet, dat is amper het enige. Tweede voorbeeld, dit kennen we sowieso allemaal. Dit dingetje, de beste vriend van elke leerkracht. Als de leerkracht even iets aan het doen is en ik ben klaar met mijn oefeningen, dan durf ik hem wel eens uithalen en even de social media check doen. Als de leerkracht dat ziet, dan neemt ze je telefoon af en dan heb je meestal ook wel gewoon straf. Maar als wij toets aan het maken zijn, is het enige wat de leerkracht doet hierop bezig zijn. Dan mag dat wel. Ik snap het niet. Het is haar job. Het is de bedoeling dat ze werkt. Waar zit de fucking logica? Maar stel er is, dan is inspectie. De directeur komt eens een les meevolgen. Er zijn eens mensen die komen checken of de leerkracht haar job wel goed aan het doen is. Meestal staan ze daar dan een beetje undercover in een hoekje te kijken hoe alles verloopt. Alles verloopt heel smooth. Dan zijn de leerkrachten opeens de beste leerkrachten ooit. Dan geven ze ineens supergoed les. Dan gaan ze ineens nooit meer op hun telefoon. Dan gaan ze nooit meer uitvliegen of ruzie zoeken met de leerling. Dan zijn het de beste leerkrachten ooit. Maar als de inspectie er niet is, dan zie je de leerkrachten hoe ze echt zijn. Wauw! Kijk, en er zijn ook fucking veel normale leerkrachten hoor. Er zijn ook echt gewoon chille leerkrachten. En ja, ik heb dat net echt gezegd. Er zijn echt gewoon ook leerkrachten waarmee ik chill kan doen. Maar de meeste zijn gewoon echt mensen waarvoor ik geen respect heb. Maar echt nul! Nog eentje. Iets wat leerkrachten op mijn school heel graag doen, is toetsen geven na de vakantie, of taken geven na de vakantie. En dan is de bedoeling dat je daarvoor leert. En als je daar niet voor leert, dan heb je slechte punten. En als je die taak niet maakt, dan ben je de lul. Maar als wij dan die toets hebben gemaakt, en beeld je even in dat ik een toets maak voor de vakantie, dan moet ik echt niet hopen dat die toets verbeterd is na de vakantie. Want in de vakantie is die leerkracht op reis geweest, en dan hadden ze geen tijd om die toetsen te verbeteren. En ik had ook vakantie! En school is niet eens mijn werk, dus what the fuck? What the fuck? Zie deze video niet als aanval naar leerkrachten. Misschien een heel klein beetje. Maar deze video is gewoon leuk, omdat ik weet dat er mensen zijn die er nog zo over denken. En ja, het is gewoon zo. Nog eentje. Er is les. Ik wil naar het toilet. Hé, mevrouw, mag ik naar het toilet? Nee, Nathan. Er is les. Het is net speeltijd geweest. What the fuck? Nee, mevrouw, ik moet net heel nodig naar het toilet. Nathan, dan ga je maar langer moeten ophouden. Je kan nu echt niet naar het toilet. Nee, mevrouw. Nathan, hou je fucking back en werk verder. Mevrouw.
Ja, nee, ik mag nooit naar het toilet. Maar die leerkrachten, als zij naar het wc moeten, dan mogen ze gewoon uit het lokaal gaan. En mogen ze gewoon naar het toilet gaan en ons daar gewoon alleen laten. En dan gebruiken ze als uitvlucht als ze thee of koffie gaan halen ofzo. Do you guys still think I believe that shit? Dat je koffie gaat drinken op 3 uur 's middags? I don't believe that shit anymore. Maar oké, ik ga die dingen gewoon moeten accepteren. Het is gewoon zo. Het leven is gewoon zo. Het leven is oneerlijk. Het is oneerlijk. Ik ben zo blij dat het weer zomer aan het worden is. Het is nu 8 uur. 8 uur 's avonds. En er is gewoon nog licht buiten. I love this. I really, really love this. Ik denk dat van al deze dingen dat iedereen wel al eens iets heeft meegemaakt. Dat iedereen wel al eens één van deze dingen heeft gehad waarvan je dan zelf ook gewoon denkt van wow, that shit is gewoon true. Het is gewoon zo. Maar oké, wij als leerlingen zijn gewoon benadeeld en het is slavernij. I hate it. Nee, oké. Hou van school. I love it, man. I love school. Elke dag opnieuw kijk ik er naar uit om weer in de klas te zitten en kijk er zo naar uit. Yes, morgen is er weer een dag. Wanneer is het zomervakantie? Dames en heren, vonden jullie deze video leuk? Smash je zeker dat je volgt. Ik ben Acid en ik zal zeggen tot de volgende keer. Adios, bitches. Oh ja, en als je denkt dat ik echt alleen maar slechte dingen vertel over school, dat is ook zo. Als je school heel erg leuk vindt en als je het echt geweldig vindt om naar school te gaan, dan... ik weet niet wat je hier nog doet.